De statenverkiezingen in Suriname zijn geëindigd in een overwinning voor de vier samenwerkende partijen van Aron, Wijntuin, Sumita en Bruma. Ze betekenden een duidelijke politieke nederlaag voor de regering van premier Sedni, die de voor hem nogal sombere uitslag scheen te voorvoelen toen hij zijn stembiljet inleverde. De VHP, de Verenigde Hindoestaanse Partij van vicepremier Lakshman, die de grootste bevolkingsgroep vertegenwoordigt, bleef met 17 zetels de grootste partij. Maar de internationale partijcombinatie NPK, Verenigde Politieke Groeperingen, komen met 22 zetels in de Staten en hebben daarmee een absolute meerderheid. Uit de feestelijke stemming van de NPK-aanhang spreekt de hoop en de verwachting dat onder een nieuwe regering de levensomstandigheden voor de Surinamers beter zullen worden.